Ik heb wel een oude ziel, dat klopt inderdaad wel, ja. Al vanaf mijn jeugd was ik gefascineerd door boeken en nu is dit het resultaat, ontstaan uit vijf bananendozen en nu een hele winkel. Beste Deventer, dan zeg je natuurlijk boeken. Als je dan hier eens naar binnen loopt, dan weet je niet wat je ziet, want hier heb je pas echt veel boeken. Ik was 14 toen fietste ik al 25 kilometer naar uh, de slecht in Annen. Dus de liefde voor het boek zat er altijd in. En nu is het uh, mijn bestaan me geworden. Het is al uh, bijna 25 jaar uh, de winkel en uh, uh, het is ontstaan door een uh, burn-out. Ik had uh, problemen op mijn werk en ik ben toen een, uh, één dag in de week bij een collega ben ik in alle rust gaan zitten. En toen dacht ik, dit is het. En uh, ik heb toen uh, mijn leven radicaal omgegooid in de boeken. Al vanaf mijn jeugd was ik uh, gefascineerd door boeken. En nu uh, is dit het resultaat. Ontstaan uit uh, vijf bananendozen en uh, nu een hele winkel. Kunt u anders eens even laten zien hier wat we allemaal kunnen vinden? Want echt eerlijk, als je dit zo zou zien, dan zou iemand wel snel kunnen denken: Jee, maar wat een chaos. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, alles heeft een vaste plek. Uh, dit zijn dan vaak de boeken hiervoor, die zijn de buitenboeken, die ik regelmatig wissel. En uh, daarachter achter zitten allemaal doosjes. En dat zijn dus uh, schrijvers die, of onderwerpen die wat uitdijen. Dus als je zegt: Ik zoek een boek van Gerard Reven, we hebben we twee doosjes Reven. We hebben drie doosjes Nieuw-Guinea. Dat is onze manier om wat uh, ruimte te creëren. Heb je gevonden waar je naar zocht? Ik zocht niks, maar ik heb het wel gevonden. Hé, hey, hè? Huh? Ja, ik uh, ben gewoon binnenkomen lopen. Ik ben gek op boekenwinkels waar alles over elkaar heen ligt. En dat je denkt: Waar in godsnaam ben ik nou, nou weer in beland. En dan gewoon kijken of er nog iets tussen ligt wat je leuk vindt. En wat heb je nu gevonden? De Ivoren Wachters van Vestdijk. Dat is een favoriete boek van een vriend van mij. Ik zeg al drie jaar dat hij hem dan voor me moet kopen, want hij vindt dat ik hem moet lezen. Dat doet hij maar niet, dus ik denk, koop ik hem zelf maar. Heel goed. Ja, dan moet je zelf een beetje proactiever zijn en dat soort dingen uiteindelijk. En Beweegredenen van Kaas Schippers. Geen idee wat het is, maar het komt mooi. Ik wou zeggen, dit zegt mij allebei helemaal niks. Maar dit zijn wel titels waarvan je zelf zegt, oh yes, fijn dat hij die heeft. Dan kom ik pas achter als ik hem gelezen heb, ben ik bang. Denkt u soms dan niet, als ze dan zo lekker zit, juist in de oude items. Was ik eigenlijk maar in 1800 geboren? Uh, ik heb wel een oude ziel, dat klopt inderdaad wel. Ja. Want ik, ik geniet dus van, van een boek en ik kan dus helemaal wegdromen bij een mooi boek. Nou, dat is het leuke van literatuur. Op televisie wordt iets geprojecteerd, maar met een boek maak je eigen beelden. En dat is het leuke. Ik kan het natuurlijk moeilijk zeggen tegen TV Oost, maar <laughs> het is wel zo van, ja, een boek is gewoon fantastisch. Als je daar de, de innerlijke rust voor kunt hebben, om rustig te lezen, dan is het heel fijn. Ja.